Hallo allemaal. Vandaag is de dag van de mol. Ja, heb je daar wel eens last van in je tuin? Mollen? Ja, bij ons zit er ook mollen in de tuin. En eigenlijk best wel raar. Ik heb allemaal van die natuur, grote natuurstenen in de tuin. Af en toe zie je die gewoon bewegen. Omdat er een mol onderdoor kruipt. En ik denk, ja, die stoot dan toch steeds zijn kop. Maar goed, hoe ziet zo'n mol eruit? Want meestal zit hij onder de grond. Laten we zo'n mol gaan tekenen. Doe je weer mee? Ja, laten we daar eens mee beginnen. De dag van de mol. Hoe teken je nou een mol? Nou, laat ik eerst eens beginnen met die poten. Die zijn echt van die grote graafmachines zijn dat. Zo. Een mol is een beetje pluizig, hè. Dan heeft hij zo die kop. En dan zit er zo'n leuk snuitje op. En dat is een beetje een varkenssnuitje. Zo. Hop. Maar dan natuurlijk veel kleiner. Zo. En we maken er een vrolijke mol van. Nou, en dan heeft hij van die hele kleine oogjes. Hè. Daarom zie je hem ook vaak met een brilletje. Zo'n mol heeft een heel klein oogje. Heel klein oogje. Nou. Het wordt een beetje stripachtige mol zo, hè? Zo. Ja, dan heeft hij natuurlijk hier ook nog een poot zo. En hij komt uit die molshoop, hè? Zo'n mol. Zo. Volgens mij heb ik gisteren al gezegd dat ik een andere stift moest pakken. Nou, nog niet zo'n gekomen, dat zie je alweer. Soms kun je een graspreetje ook zo tekenen. Nou, het gaat hier natuurlijk om de mol. Kan ik natuurlijk ook helemaal zo zwart kleuren, de mol zo. Alleen hebben we een witte mol die daar uit de voorschijn is gekomen. Ja, maakt ook niet zoveel uit. Voilà, een mol uit zijn molshoop. Ja, wat kunnen we daar verder nog bij tekenen? Ik vind het een best een goede mol. En ja. Ik zou zeggen, ga zelf ook eens een mol tekenen of iets dergelijks. Ik vind het, ja, we kunnen er maar nog een brilletje, zo een brilletje op geven. Zo. En dan is het mol voor dit een mol. Goed, ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.